Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Ik kom namens de gemeente en wij zijn bezig met de controle van de hondenbelasting. Ja. Nou, dat is niet zo moeilijk bij u, hè? Hoeveel honden heeft u? Eén. En die is ook keurig netjes opgegeven, meneer, zie ik. Klopt. Helemaal in orde. Dan wens ik u een hele prettige dag van je, hoor. En loer je dan wel eens stiekem naar binnen of ze toch een hondenman staat? Nou, loeren, dat doen wij niet. Maar we hebben dus eigenlijk wel, als we langs de raam heen lopen, zo werpen we een blik naar binnen. Maar loeren, nee. Oh, dat is hem. Dat is een Engelse basset. Wist u dat meneer zou komen? Ja, ik had het ergens gelezen dat meneer aan de deur zou kunnen komen. Dat was mij eigenlijk wel bekend, dat hij zou komen. Dus je had hem ook nog in de schuur kunnen zetten? Dat had gekund, ja. Hij stiekem tussendoor. Nee hoor, het was keurig opgegeven. En verwacht je er nog iets voor terug? Ja, dat er altijd netjes plastic zakjes hangen in de prullenbak en die hangen er niet. Zeker meer uitlaatplekken, ja. Zakjes in de afvalbakken zitten. Wat is nou het meest bizarre wat je ooit meegemaakt hebt? Ik kwam bij iemand aan de deur en er blaften twee honden. En er stond één hond in het systeem. En die man die kwam aan de deur, een breedgeschouderde bouwvakker. En hij zei, ja, maar wij betalen de hondenbelasting. Hij is opgegeven. Ik zei, meneer, ik hoorde toch twee honden? Twee. Hij zei, ja, dat klopt. Dat is de echo.